Ik voel me goed, maar ik heb wel een paar kleine probleempjes. Allee, aan mijn enkel die ik omgeslagen heb tegen Kalmar, die blijft pijn doen. Maar ja, voor de rest voel ik me goed. In hoeverre hindert dat jou om je voor de volle 100% te geven? Ja, de afgelopen wedstrijden is het eigenlijk wel vrij goed gelukt. Dus ik hoop dat het zaterdag ook nog gaat. Dus we gaan morgen een scan nemen en kunnen we misschien beter zien wat er aan de hand is. Ik ben geen dokter, dus we zullen zien wat de scan, het resultaat van de scan geeft. En zullen we zien wat we kunnen doen. Vrees je ervoor dat je een tijdje oud zou zijn, dat je moet rusten? Ik hoop het niet, maar goed, ja. Ik zeg het, we moeten afwachten wat de scan zegt, dan zullen we wel zien. Ja, nou, wat we begrepen hebben, spelen ze heel georganiseerd en proberen ze van daaruit te counteren. Dus, ze hebben ze zo 3 wedstrijden al gespeeld, dus ik denk niet dat ze zullen veranderen. Nee. Natuurlijk hebben ze tegen Tubeke gespeeld en tegen Dender. En ja, goed, die ploegen zijn ja, met alle respect niet echt de sterkste ploegen in de Eerste Nationale, denk ik. Maar goed, je moet toch maar winnen en dat hebben ze gedaan, dus alle krediet voor hen.